vlieg maar met ons mee. De clipopnames zijn voor Frans Bauer extra bijzonder. Vlieg maar met me mee is het eerste liedje dat uitkomt dat hij zelf heeft geschreven. Spannend om te horen wat ze dan van het liedje vinden en zo. En dat is toch wel, zijn kleine bevallingen, zeg maar. Deze heeft Frans geschreven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar erg van onder de indruk ben. Frans heeft natuurlijk een geweldig mooi nummer gemaakt. Het is een beetje een liedje op Franse stijl, zeg maar. Eraan, het duurt nog maar even voor we landen gaan. Het is ergens ontstaan 's nachts toen ik zeg maar thuis kwam en in mijn studiootje nog even aan het prutsen was. En ja, ik weet nog goed, ik was volgens mij om 12:30 s'nachts begonnen en ik was 's ochtends om 6:00 klaar met het lied. De zwarte Piet weet al wat hij moet doen. 'S ochtends toen ik het klaar had, liet ik het horen. En toen zei er is ook ja, superleuk deuntje. En als je het een paar keer hebt gehoord, je zingt het de hele dag. En ik betrap me er zelf ook op dat ik het de hele dag zing. Nou zing ik eigenlijk überhaupt de hele dag, maar... Frans en kinderen vinden het geweldig dat hun vader weer in een Sinterklaasfilm speelt. Ik heb mijn kinderen uitgelegd dat ik zeg maar persoonlijk contact heb met Sinterklaas. En dat ik ook wel bij Sinterklaas thuis ben geweest. En dat Sinterklaas de afgelopen weken ook even op visite is geweest in Nederland. Maar niet bij ons thuis. Dus ik heb een heel mooi groot zwamverhaal heb ik verteld. En je zult het niet geloven. Ze geloven het. Frans en Sint, dat zegt twee handen op één buik hoor. Die kennen elkaar al een tijdje. Die was heel trots en terecht. De zanger speelde eerder al de rol van kapitein in de pakjesboot. En nu neemt hij plaats als piloot in de pakjes Boeing. Alhoewel ze wel vonden dat mijn acteertalent zeg maar wel gegroeid was. Maar daar had ik zelf zo mijn bedenkingen over. Vanaf 13 oktober is piloot Frans te zien in Sinterklaas en het pakjesmysterie. Samen met de Pieter, heel hoog in de lucht, vlieg maar met ons mee.